Ik zie vaak dat leerlingen, en ik heb er zelf ook mee te maken, dat je een beetje, als je de neiging hebt om een beetje in elkaar te gaan staan, dan heeft die adem eigenlijk niet de vrije uitloop, dat is net een kip, je moet ook een vrije uitloop hebben en dat heeft de adem ook nodig. En op het moment dat je denkt aan dat holletje hier zo, die, bij je borstbeen, een klein beetje dit. Ik zou bijna denken een beetje macho, weet je wel? Wat? Zo, dat idee. Dan sta je gestrekt. Je maakt jezelf als het ware een beetje langer. Alsof iemand je aan je kruin een beetje omhoog trekt. Dat geeft een vrij gevoel van uitblazen.